De Nationale Commissie Herdenking en Viering Vrede met de Marons blikt terug op een geslaagde viering van de Dag der Marons. De commissie was namelijk belast met de activiteiten die door het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn georganiseerd in de Palmentuin op het plein van 10 oktober en te Nieuw-Kombi. Het begon omstreeks 6 uur 's morgens met een pleinoffer te Nieuw-Kombi. Daarna was er een kranslegging en hebben de ministers Edgar Dikan van RO en Robert Peneu van Onderwijs een toespraak gehouden op het plein van 10 oktober. Het geheel werd feestelijk afgesloten in de Palmentuin. Deborah Winson, lid van de commissie, is tevreden over het verloop van de activiteiten. Ze stelt dat de integratie tussen de diverse bevolkingsgroepen zeer belangrijk is. De commissie heeft daarom gemeend meerdere culturele groepen een podium te bieden in de Palmentuin. Hier in Palmentuin hebben we een paar optredens van verschillende culturele groepen en andere groepen in Suriname. Die zullen hun bepaalde activiteiten of de dingen die zij doen, zullen ze ons bewijzen of tonen wat ze allemaal kunnen. Dus in verband met 10 oktober hebben we ze allemaal uitgenodigd om ook een beetje plezier te maken met de gemeenschap. Het feest in de Palmentuin was erg druk bezocht. Opvallend was dat een groot deel van de bezoekers geen Maron was. Nee, ik ben zelf geen Maron, maar ik ben komen kijken. En bevalt het u tot nu toe? Ja, tot nu toe wel. Ik ben er kort, maar het ziet er leuk uit. En leuke stands en je kan er van alles zien en beleven. Ja. U praat over van alles zien en beleven. Wat heeft u tot nu toe gezien dat u zegt, ai, dit is echt de moeite waard? Nou ja, die band vind ik echt de moeite waard en het was een beetje te warm, waardoor ik even een rondje ben komen lopen met mijn nichtje en haar vriendin. Maar dus dat was een hoogtepunt. Oké, ja, okay, ja. Okay. Je bent er niet alleen. Nee. Goedemiddag dames, jullie genieten aanzienlijk. Sorry? U geniet aanzienlijk, want u lacht zo smakelijk. Zeker. Wat vindt u zo leuk hier in Palmentuin? De sfeer, de muziek en de lekkere weer natuurlijk. Okay, en voor u? Ja, eigenlijk hetzelfde. We zijn gisteren pas aangekomen, dus gelijk hier, maar echt superleuk, ja. Marondé, op je power op lekker berda. Waar je wamboer doet, wat we ook door ook ba. Jammer, jammer, basi. Jusref naar Maron? No. Mina foto man, bama. Is dat voor de nawaningere ba. Dus pratino de nawaningere, op je door. Jammer, jammer. En voor u, Jusref geniet? Jusref geniet, ja. En we zijn weer veel, we zijn Maron toe. Eigenlijk zit ik nog te wachten op iets leuks en ik denk dat het die polo wakka moet zijn. Oh, die polo wakka, daarvan ga je echt genieten. Dat zou je eigenlijk moeten meedoen, toch? Ja, maar vanwege het feit dat ik ook werk, kan ik dan dit jaar niet meelopen. Want vorig jaar heb ik wel meegelopen. Maar met jullie ben ik brada aan Assisa. Ik denk dat ik daar kom. Nou, jullie ben aan Makandra. Ja, Ahebi, maar Omolibi. Enkele bezoekers van het feest dat gisteren is gehouden in de Palmentuin. Deze activiteit is in het kader van Marondag georganiseerd door de Nationale Commissie Herdenking en Viering Vrede met de Marons.